Welkom bij ANWB Reis voor Pret. En dit keer blijven we iets dichter bij huis, want ik ga jullie bijpraten over vakantieland België! Yay! Frieten! Even goed, mijn auto aan deze, dat is gewoon koud. Oh man. Oké. De snelle feiten over ons schoon België. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat er bij de zuiderburen zoveel wordt gepoetst. Nee, schoon is Vlaams voor mooi. Schoonmaken is kuisen. Je weet wel, zodat alles weer proper is. Nou, hoe dan ook, ondanks hun officiële motto Eendracht maakt macht, bestaat België uit twee delen. Wallonië en Vlaanderen. In Wallonië spreken ze Frans en in Vlaanderen spreken ze Nederlands. Maar let op. De kans dat je een Waal verstaat is vele malen groter dan dat je snapt dat een Vlaming tegen je zegt. Want Nederland en België zijn twee landen die worden gescheiden door dezelfde taal. Een paar voorbeelden ter verduidelijking. Dit is geen krant, maar een gazet. Dit is geen punaise, maar een duimspijker. Dat klinkt misschien stiekem ook veel logischer eigenlijk. En dat geldt ook voor deze, want dit is geen hagelslag. Dit zijn muizenstrontjes. En voor iedereen boven de Nederlandse rivieren, dit is geen patat, maar vrettekes. En even voor de helderheid, dit zijn geen aardappelen, maar patatten. Deze meneer heeft geen lekkere kont, maar een schone poep. En als de Vlaamse meneer in kwestie hier naar voren zou staan, zou ik niet zeggen, hé, lekker ding, kom even hier. Nee, dan zou ik zeggen, ik zie u graag. Nou, klinkt veel zachter toch? En dat is meteen het vooroordeel dat veel Belgen over ons Hollanders hebben. Want wij praten veel te luid, we zijn te direct op het onbeschofte af en we weten niks van wielrennen. Het is dus raadzaam je als Hollander in het Belgische iets wat bescheiden op te stellen. Verder is er in België genoeg te beleven. Van modern Antwerpen tot pittoresk Brugge. Van de grotten van Ham tot de historische slagvelden van Waterloo en Ypres. Van het Belgische Monaco tot de ruige natuur van de Ardennen. Van de Hentse feesten tot de steile hellingen van de Oetervallei. Van Spa-Francorchamps tot Pukkelpop. En van al dat moois is Brussel de hoofdstad. En daar kun je dat waterende ventje en dat imposante ding bekijken. En zelfs als je helemaal vanuit Winschoten moet komen rijden met een auto, dan sta je binnen 4,5 uur bij het Atomium. Want zo heet dat ding. Dat waren de quick facts. En dan nu een paar fun facts. Ja, het vooroordeel van de domme Belg die 's middags bij de lunch al pintjes begint te drinken is natuurlijk onzin. Belgen zijn net zo min dom als wij gierig zijn. Hun snelwegen zijn gewoon ja, wat minder gepolijst dan bij ons. En dat Belgen niet allemaal in een standaardhuis in een Finex-wijk wonen is alleen maar een dikke proficiat voor hun, toch? In België zijn ze gewoon niet zo streng wat ruimtelijke ordening betreft. De architectonische vrijheid die dat met zich meebrengt leverde zelfs de mateloos populaire Facebookpagina Ugly Belgian Houses op. Ja, maar wat hier nou precies zo lelijk aan is, ik bedoel, daar word je toch vrolijk van? Hoe dan ook, al deze fraaie Vlaamse huizen brengen ons bij de ANWB Reis voor Pret quizvraag. En die luidt als volgt. De gemiddelde huizenprijs in Vlaanderen is zo'n ja, 314.000 euro. Maar wat is de gemiddelde huizenprijs in Wallonië? Is dat A 408.000 euro, B 308.000 euro, 208.000 euro of D niks? 1 mega mindi, 2 mega mindi, 3K3 mega mindi. En het juiste antwoord is C, 208.000 euro. De prijs van een huis ligt in Wallonië dus ruim 1 ton lager dan in Vlaanderen. Ja, dus mocht je nog een pied-à-terre zoeken, Wallonië, n'est pas si mal. En van de huizenmarkt in Wallonië zijn we aanbeland bij het Belgische verkeer. Stel je bent in de auto op weg naar Antwerpen en je valt ja, als bijrijder ergens bij Breda in slaap, dan is de kans niet ondenkbaar dat je na het passeren van de Belgische grens ineens wakker wordt van geschok, getril en gehobbel. De wegen in België zijn net even ja, een tikkie minder egaal dan bij ons. En ja, dat is dan nog wat de Vlamingen een understatement noemen. Maar ondanks de kwaliteit van de Belgische snelweg mag je er gewoon 120 rijden. Binnen de bebouwde kom rijd je 50, behalve in Brussel, waar je sinds dit jaar niet harder mag dan 30. Verder kent Brussel, net als Gent en Antwerpen, zogenaamde lage emissiezones, waar je met je oude rokerige diesel niet welkom bent. En mocht je met de hele familie nou in de file staan en denken, hé, ik zet even het raam open en ik rook even een sigaretje, dan is dat geen probleem in Wallonië, maar wel in Vlaanderen. Sinds 2019 kun je daar namelijk van de flieken een boete van 200 euro voor krijgen. Want roken met de kids achterin is streng verboden in Vlaanderen en niet helemaal onterecht lijkt me.
Wat staat er op dit bord? Is dat A, pik je mijn plek, dan pik ik je banden lek? B, wie hier onterecht parkeert, is sociaal beperkt? C, als je mijn plaats inneemt, nou, dan neem je ook mijn handicap. Of D, parkeer op deze baan en ondervind hoe snel een rolstoel kan gaan. 1 kabouter plop, 2 kabouter plop en 3 kabouter plop. En het juiste antwoord is C. Als je mijn plaats inneemt, neem dan ook maar mijn handicap. Oké, over nu naar iets heel anders, namelijk eten en drinken. Oh, en als je het hebt over België, dan heb ik het over Belgische bonbons. Laat dan nou toevallig ook mijn favoriete eten zijn uit België. Oké, wie heeft dit gedaan? Ik vind het niet grappig. Ik zou toch gewoon nu lekker een bonbonnetje willen eten? Wat is dit nou? Oh, hoe wat? Bonbon? Moet ik zeggen? Wat? Praline. Praline? Hoe? Goed, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Je kunt een Belg niet ongelukkiger maken dan hem een week lang naar ons land te sturen, hè? De reden, ze vinden het Nederlands eten gewoon niet te verteren. 'S Middags even snel een klef broodje zweterige kaas. Nee, de gemiddelde Belg die gruwelt er zelfs van. Want zowel Vlamingen als Walen zijn, net als de Fransen, echte Bourgondiërs. Zelfs de meest gammele frietkot die serveert heerlijke zelfgemaakte fritten. En elke streek of stad heeft in België zijn eigen specialiteit. Van Dendermondse witte, dat is konijn gestoofd in kwakbier, tot Lokerse paardenworst. Van Brusselse wafels tot Gentse waterzooi. Ja, dat is een soort rijk gevulde soep met van alles erin. En natuurlijk het nationale gerecht moelfriet. Die kun je in België echt overal krijgen. En zaterdagavond zitten alle Belgen namelijk niet thuis voor de buis, maar gezellig in het café of restaurant. Oh, excuseer, dan gaat iedereen op café of op restaurant. Maar ja, zelfs de voorzetsels zijn anders in Vlaanderen. En van de Vlaamse voorzetsels gaan we over naar een nieuwe quizvraag. En die draait dit keer om ons Google-momentje. Komt-ie. In België kun je A. Gert Verhuls niet vermijden. B. Maar beter niet laten merken dat je een Hollander bent. C. Een boete krijgen als je niet gaat stemmen. Of D. Trouwen met je huisdier. Met Samson bijvoorbeeld. In Karen, Christel en Kathleen. Twee Karel, Christel en Kathleen. En drie... Dat is toch wel... Uit welke tijd is dit, joh? Dat waren de K3 van de jaren 90. En het juiste antwoord is... In België kun je boete krijgen als je niet gaat stemmen. Antwoord C. Dat was dus juist. Inderdaad, in België bestaat een opkomstplicht, maar je kan ook blanco stemmen. En trouwens, ja, bijna niemand krijgt een boete als hij niet komt opdagen. Dus dat is toch een beetje apart. Oké, volgens mij heb ik je nu helemaal bijgepraat wat onze zuiderburen betreft. Allereerst vind je op onze site alle nuttige info over Vlaanderen en Wallonië die ik ja, heel misschien nog vergeten ben te vertellen. En je kunt natuurlijk ook even een voorproefje nemen op het ja, heerlijke, rijke Belgische culinaire leven. En ja, in één keer geen oorlog, maar Analoesensausen op je frieten. Oeh. Lekker. Check op het YouTube-kanaal van de ANWB ook onze voorpret-afleveringen over Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland. En Nederland. Oh, hè. En dan zeg ik veel leut in België en tot de noorste keer, hè? Salukes!